Ik ben vandaag samen met Janneke om te praten over wat er allemaal omgaat in mijn hoofd. En om daar ook een oplossing mee te kunnen vinden. En ik coach, train, geef therapie aan kids en jongeren met de paarden. En bij jou is het ook heel erg gewoon het uitspreken van wat er allemaal in je kop zit. Want je hebt een hele mooie kop. Er zit heel veel in. En samen met de paarden en de plek hier... gaan we daar ook meer rust in brengen. Maar wat zou jij hier willen vandaag? Meer rust in mijn eigen hoofd. Want het is best wel heel erg chaotisch bij mij, heel snel. Dat ik heel veel aan verschillende dingen tegelijkertijd denk. Mm-hmm. Bijvoorbeeld dan krijg ik weer een melding binnen en dan denk ik daar weer aan. Of zie ik daar verderop, zie ik een wit huis en denk ik daar weer aan. Of dan zie ik mijn moeder met een bugelspet op en denk daar weer aan, zie ik daar gele slangen. Dat is gewoon de hele tijd drama in mijn hoofd. Van ik zie de hele tijd dingen en ik wil de hele tijd dingen doen. Ja, dus daar moet je ook een actie op. Want op zich dat jij dingen ziet, denk ik, nou dat is heel mooi hè, want je kijkt om je heen. Alleen jij hebt het gevoel van als ik die dingen zie, dan moet ik daar wat mee of zo. Nou ja, niet per se zo, maar ik kan me heel slecht op één ding focussen. Ja. Voor mijn gevoel. Want ik vind het, ik probeer wel heel graag ook gesprekken te volgen en zo. Ik kom weer mijn kant op. Hoi! Ja. Ik vind het heel lastig om dan op één ding te letten. Ja. En dan stoort dat eigenlijk in mijn hoofd. Ook bijvoorbeeld als ik met de toets bezig ben, dan denk ik niet aan mijn toets, maar denk ik bijvoorbeeld aan wat ga ik morgen doen. Ja. En dat vind ik dan heel lastig. Ja. Ja. En dat heb je eigenlijk de hele dag door. Zijn er momenten waarop je het niet hebt? Als ik les heb vandaan. Dan is het meestal dat ik gewoon aan één ding denk. Ja. Dan kan ik ook nergens anders aan denken. Nee, dus dat lukt ook niet. En wat maakt dat zo werkt voor jou? Omdat ik dan bezig ben met mijn paard en met Daan en met mezelf. En dan is dat toch een soort rust in mijn eigen hoofd. Ja, ja. En dan kan je het dus al. Dus jij doet op dat moment iets. Ja. Waardoor je heel goed die focus kan houden. Wat is dat? Loslaten. Loslaten. Een soort ontspannen. Ja. Wat gaat er nu doen? We gaan weer weg. Waarom? Omdat ik weer meer afsluit, denk ik. Ja, weet ik niet. Ik ook niet eigenlijk. Nee, maar als je het zegt, als ik jou zie, dan denk ik nee, dat is het niet volgens mij. Oh. Of wel? Want je zegt, denk ik. Mama, kan ik loslaten? Kan jij je oortje uitdoen? Omdat niet alles hoeft te horen. Dank je. Mag ik wel luisteren dan? Ja hoor. Ja. Mooie grens. Wow. Het is oké. Het is oké. Ja. Yeah. Gaan we lekker staan op je beide benen. Ja, mag jij zijn. Ja? Wat raak je ook? Moeders reactie. Ja. Yeah. Gewoon gelijk willen weten waarom. Ik voel dat je uitleg verschuldigd bent. Ja. Ja. En dat mag er zijn even, hè, dat gevoel. Maar je hebt eigenlijk iets vet dappers gedaan. Ja, dat is wel heel lastig. Ja. Ja. Is het ook. Ik zie jou naar mij kijken en ik denk, oh, je moet wat zeggen. Wil je een knuffel? Ik mag helemaal niet, hè? Moet ik... Oh, lastig, ja. Ja, het zijn toch kleine stappen die ik erg lastig vind om te nemen. Welke stappen? Wat bedoel je dan? Om echt dingen te zeggen, duidelijk. Ja. Want meestal moet ik ook eerst 100 keer over dingen nadenken en dan denk ik vervolgens weer van, nee, het is geen goed idee wat ik doe. Ja. Dus jij zit constant hier. En dat is ook die dingen die jij zegt eigenlijk. Hè? Van ik zie zoveel, ik ben zoveel in mijn hoofd. Terwijl eigenlijk, je bent nu heel erg puur. Je zegt het. Er komt ontlading in je lijf. Ja. Ja. Hoe moeilijk het ook is, hè. Want keuzes zijn niet altijd moeilijk, hè. Of makkelijk, hè. Dus dingen, als je het teruggeeft, als iets persoonlijk is. En je geeft het terug aan iemand, dan is het altijd, denk ik, moeilijk. Ja. Want het is echt jouw kwetsbaarheid die je gaat laten zien dan. Ja. Dat vind ik dan heel lastig om daar ook over te praten en zo. Ja. We worden bijna weggewaaid, hè? Maar hoe voelt het nu anders dan net? Of hoe is het nu? Een soort druk eraf. Ja.
maar ook een soort gevoel dat ik aangekeken word. Oké. Ja, niet per se aangekeken word met camera, maar meer met mensen. Ja. Maar je bent er ook zelf nog heel erg mee bezig, hè? Ja. Wat heb jij nu nodig om daar een beetje los van te komen? Wat kunnen wij hier in deze ruimte doen? Op zich, dat het gaat vanzelf alweer over. Ja, dus je kan wachten tot het er is of je kan een keus maken van hey, ik merk dat ik daar nu last van heb. Want ik ben daar nog met mijn aandacht. Het paard is ook daar met zijn aandacht. Ik weet, ja. Die is ook niet hier bij ons. Dus wat kunnen wij voor jou doen? Ik merk als ik al beweeg, dan lucht het wel een soort van op. Nou ja, zo staan is denk ik wel beter dat ik dat niet per se dan ook mijn moeder zie. Oh ja, is dat anders al? Ja. Ja? Gaan we even een stapje opzij. Ja. Nou. En wil jij nog eens met je benen op de grond staan? Ja. Ja? Hoe is dat anders? Ik krijg wel weer last van mijn rug. Heb je pijn? Dan krijg je last van je rug als je zo staat. Oké. Waarschijnlijk gewoon weer stress, maar als ik zo sta, dan sta ik soort onbelastend op mijn rug. En dan zo merk ik weer dat ik rugpijn heb. Oh ja. Oh, grappig, ja. Ja. En dan kan jij, want je staat ook overstrekt, hè? Kan jij in deze houding ook kijken of je ontspanning kan voelen? Er blijft toch wel die rugpijn. Ja, dan moet je gewoon lekker staan zoals je gaat staan, goed? Als jij merkt van, hé, hier word ik ontspannen van, dan ben ik van. En tegelijkertijd is dat ook een signaal. Mag je het wel zien als signaal, hè? Hij is er niet voor niks. Ja. En er lopen eigenlijk een beetje twee thema's door elkaar vandaag, hè? Ja. We hebben elkaar net al ietsjes langer gesproken voor de camera. Dus dat stuk met je moeder van Anna, ja, hoe kan ik mezelf laten zien en horen zonder dat ik het gevoel heb als ze wordt boos of ik. En het stuk die chaos in je hoofd. En hoe krijg ik die vakjes dicht? Ja. Wat ligt er voorop nu vandaag? Wat, waar je mee? Sorry, ik weet niet helemaal. Oh, sorry, wat ligt er voorop nu vandaag? Ik denk wel gewoon vandaag de draaidag en zo. De wat? Dus wat we gewoon met jou praten op dit moment voorop. Ja. En daarna is mijn aandacht aan die kant en aan die kant er ook. Ja. Ja, want ik zit te denken, we kunnen namelijk dingetjes die jou nu bezighouden neer gaan zetten. Ja. En kijken wat daar gebeurt. En ook met het paard of bij jou, wat je daarbij voelt. Dus dat we even in de oefening schieten. Ja. Of is dit praten voor jou fijner? Ik vind allebei fijn. Allebei fijn. Jij mag kiezen. Ik ben heel slecht in mijn mening geven. I know. Dus met dingen neerzetten, dat we gewoon dingen neerzetten en dat we dan hier staan en dan. Ja, ik denk we kunnen even bijvoorbeeld. Want heb jij nu heel veel meer dingen in je hoofd dan die twee of niet? Nee. Dus, dus eigenlijk is het al best wel. Hoe druk of hoe rustig is het nu in jouw hoofd? Het is nu wel rustiger dan normaal. Oké. Okay. En heb jij is het altijd zeg maar hetzelfde druk, chaos? Niet altijd. Het gaat een soort ook weer met ups en downs. Oké. Okay. Ja. En als je daar een cijfer aan mag geven van 0 tot 10? Hoe bedoel je? Nou, als 0 is dat je echt enorme chaos hebt. Heel heftig, gewoon constant. Ik denk een 4, 5, 6. 4, maar 5, op dit moment een 7. Maar ja. Normaal gesproken is 4, 5, 6. Dus hij schommelt eigenlijk tussen, de hele dag door tussen 4, 5, 6. En nu is het een 7. Ja, oké. Okay. Daar heb je ook al een keuze in gemaakt nu, hè? Nou. Ik vind het heel lastig om zulke keuzes te maken ook. Ja, maar je doet ze. Ja. En dan? Ook een soort fijn gevoel, maar aan de andere kant ook van. Ik weet niet zo goed eigenlijk. Oh, je loopt onver. Ik moet recht gaan staan. Ja, je moet. Hij vraagt jou om sterk te staan. Ja. Nou ja, aan de ene kant is het ook wel fijn om soms zo'n beslissing te nemen. Maar ik heb niet altijd het gevoel dat ik het beter weet. Nee, maar je hoeft het ook niet per se beter te weten. Moet je het beter weten? Nee, niet altijd.